Stranantongo moet opgenomen worden in het curriculum van de lagere school. Dat hartstochtelijk pleidooi doet Cynthia McLeod, ambassadeur van de Stichting Johan Verrier Fonds. Het fonds ondersteunt projecten die uitgaan van de eigen kracht en de ontwikkeling van land en volk bevorderen door onderwijs en cultuur. Lesi Fusabi, lezen om te weten, is zo'n project waarin de eigen taal, het Okaans in dit geval, een belangrijke rol speelt. Verslaggever Sam Jones is op het dorp Mungutapu en is benieuwd of dat nou werkt, die tweetaligheid. Cynthia McLeod is er in ieder geval een fervent voorstander van. Ik pleit ervoor, ik heb aan de minister gevraagd, dat er een schooljaar komt. Bijvoorbeeld in de vijfde klas van de basisschool moeten alle kinderen in vervolg het Stranang leren spellen. Waarom? Omdat dat onze eigen taal is. Ik ben van Casa Saskia, van de Sint-Petrus-Klaverschool Mungutapu. Ik geef leesles. Oké, Pete gaat voor ons lezen. En die leesles is dus gewoon in het Nederlands. Izia die vier bij elke kaart staan. Nederlands gaat natuurlijk vrij moeilijk. Niet raar, want deze kids praten Alkaans, hun moedertaal. Waarom geeft juf Saskia dan leesles in het Nederlands? Het is belangrijk voor die kinderen, want als je les leert, moet je het in Nederlands lezen. En als je geen Nederlands praat, ga je niet kunnen lezen. Maar zou het niet beter zijn om tweetalig te kunnen zijn, dus zowel Alkaans te kunnen praten en lezen en Nederlands? Ja, is heel belangrijk. Want als je bijvoorbeeld je leest met die kinderen, en als je zegt bijvoorbeeld vier, bepaalde kinderen weten niet wat vier betekent, dan zeg je vol. Dus eigenlijk moet dit al tweetalig? Tweetalig. Dus eerst in het Nederlands, daarna in het Alkaans, als het niet begrepen. Voilà, voilà. Na school praten we nog even met Merlin Gravenbeek, schoolleider van de Sint-Peters-Klaverschool. Ouders van deze kinderen zijn ook betrokken bij het voorleesproject. Maar levert dat de kinderen nou ook wat op? Ja, het levert wat op. De kinderen worden flinker bij het lezen en ze kunnen ook beter antwoord geven. Zou het niet beter zijn om de kinderen ook in het Alkaans les te geven? Want thuis praten ze Alkaans en niet Nederlands. Nee, omdat alle toetsen in het Nederlands gedaan worden, kunnen we geen les geven in het Alkaans. Cynthia McLeod, ambassadeur van het Johan Verrier Fonds, dat het oudere project Lesi Fusabi van harte ondersteunt, vindt lesgeven in de eigen taal een aardig idee, maar niet haalbaar. Er zijn zoveel moedertalen. Het wordt steeds minder eigenlijk. In Suriname. We zouden dat nooit kunnen betalen. Het zou een verschrikkelijke onbetaalbare post zijn om alle kinderen in hun moedertaal te leren lezen en schrijven. Waar zag je voor het eerst een geit? Vraagt voorleesouder Ivan van Nam aan de kinderen. In het Alkaans en dan weer in het Nederlands. Projectcoördinator Beryl Tempo. In ons onderwijs is Nederlands is de instructietaal. Dus eigenlijk wat je moet doen is niet in het Alkaans lesgeven, want dat kennen ze al. Wat ze niet kennen is het Nederlands. Dus je moet een methode gaan ontwikkelen waarbij de waarde van het Alkaans niet verloren gaat. En kinderen wel de ruimte krijgen om hun eigen taal te spreken. Daarom doen we dus die taaltransitie. Geven in het Nederlands. Herkennen ze de taal? Begrijpen ze je nee? Oké, dan gaan we naar je moedertaal. Tot zover het tweeluik over het voorleesproject Lesi Fusabi. Deze productie is mogelijk gemaakt door Johan Verrier Fonds. De reportage was van Sam Jones.